Het koningschap van de Heer. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen: laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaren omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk. Geen mens zal meer weten wat oorlog is. Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt. Want de Heer van de hemelse machten heeft gesproken. Laat andere volken hun eigen goden volgen. Wij vertrouwen op de naam van de Heer, onze God, voor eeuwig en altijd. Als die tijd gekomen is, spreekt de Heer, zal ik de kreupelen verzamelen, de verstrooiden bijeenbrengen, verenigen wie ik onheil heb gebracht. De kreupelen zal ik sparen. Van de verdrevenen maak ik een groot volk. En op de Sion zal de Heer hun koning zijn, van nu tot in eeuwigheid. En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion, jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen. Aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe. Waarom schreeuw je nu? Heb je dan geen koning meer? Of is je raadgever verdwenen, dat je ineen krimpt van pijn, als in barensnood? Krimp ineen en schreeuw het uit, vrouwe Sion. Krimp ineen, als een vrouw die baren moet. Je zult de stad moeten verlaten en gaan leven op het veld. Je zult naar Babel gaan, en daar zul je worden bevrijd uit de handen van je vijanden, worden vrijgekocht door de Heer. Nu lopen vele volken tegen je te hoop. Ze zeggen: laat Sion maar worden ontwijd, wij zullen ervan genieten. Maar ze weten niet wat de Heer met ze voor heeft. Ze hebben geen inzicht in zijn besluit dat hij ze verzameld heeft als graan op de dorsvloer. Vrouwe Sion, dors hen. Ik geef je een horen van ijzer en hoeven van brons. Je zult die volken vertrappen. Wat ze hebben buitgemaakt zal voor de Heer zijn. Aan de Heer van de hele aarde komt hun vermogen toe. Kerf nu, krijgszuchtige vrouw, je lichaam open. Onze muren worden belegerd. En hij, die Israël leiden moet, wordt met een staf in het gezicht geslagen. Ik ben Andries Knevel. Ik ga lezen uit mijn favoriete Bijbelboek, namelijk de profeet Micha, hoofdstuk 5, 6 en 7. Uit jou, Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van wel eer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God. Met de majesteit van diens verheven naam, zij zullen veilig wonen. Want hij zal heersen tot aan de einde der aarde en hij brengt vrede. Wanneer Assyrië ons land binnenvalt en zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij 7 herders doen opstaan, ja 8 vorsten uit mensen gekozen. Met het zwaard zullen zij Assyrië kaal slaan, met blinkende wapens Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrië wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt. En wat er van Jacob is overgebleven te midden van machtige volken zal zijn als dauw die van de Heer komt. Als regendruppels op het groen dat niets verwacht van een mens en niet naar mensenkinderen uitziet. Wat er van Jacob is overgebleven te midden van grote volken zal zijn als een machtige leeuw tussen het wild. Als een leeuw die de kudde binnendringt. Een leeuw die vertrapt en verscheurt en er is niemand die hem tegenhoudt. Mogen je aanvallers je kracht leren kennen, mogen je vijanden worden vernietigd. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat ik je paarden zal afslachten en je strijdwagens vernietigen. Ik zal de steden in je land verwoesten en je vestingen neerhalen. Je tovermiddelen zal ik je ontnemen. Ik laat geen waarzeggers meer toe. Je godenbeelden zal ik vernietigen, evenals je gewijde stenen. Je zult niet langer knielen voor wat je zelf hebt gemaakt. Je Asherah-palen zal ik verwijderen, je tempelburchten zal ik verwoesten en in mijn hevige toren neem ik wraak op alle volken die niet hebben geluisterd.